Dag, knappe jonge dame. Jij lacht nog steeds, maar jij lacht altijd natuurlijk. Je hebt podiumervaring. Ik mag een kort interview doen met jou. Dat is altijd leuk. En mijn eerste vraag natuurlijk, wat gaat er nu door jouw hoofd? Een dubbel gevoel, omdat ik weet dat hier ergens mijn opvolgster tussen zit, die mijn kroontje mee naar huis zal nemen. Dus ergens doet het wel pijn. Maar ik hoop dat het een goede mis wordt. Ja, inderdaad, dat het een goede mis wordt. Jij was een fantastische mis, want jij bent toch al bezig met jouw stapjes in de media en zo'n klein beetje acteren allemaal op het podium. Je was te zien in de musical Door een Roosje. Fantastische musical. Wat deed jij daar juist? Ik speelde een van de lakeien en ik danste daarin. En dat komt door... ik heb 5 jaar professionele ervaring gehad bij Studio 100 en nu bij Fabriek Magiek. En daardoor heb ik deze leuke ervaring gekregen. Studio 100 is toch een pool van talenten, Nisa. Niet te doen, zeg, potverdorie. Geweldig. Nisa, jij was een fantastische mis. De volgende, je hoopt opnieuw op een fantastische mis. Maar wat heeft een fantastische mis eigenlijk nodig? Die moet alles hebben. Niet alleen mooi zijn, maar innerlijk moet ook mooi zijn. Het moet sociaal zijn. Alles. Gewoon een totaal pakket eigenlijk. Nisa, ja, natuurlijk, er zit er nog een ex-mis, Ines van Uitem daar. Die had ook een totaalpakket. Jij had een totaalpakket. Dus ik denk wel dat de jury vanavond, waarin jij Zevel trouwens, opnieuw zal kiezen voor een prachtige jonge dame met een totaal pakket. Goed, geef ze nog een applausje. Dankjewel, Nisa.